We gaan luisteren naar Mark Deuze, hoogleraar mediastudies in Nederland en in het buitenland. Echt een topstudie hier. En hij gaat de blik richten op onderwijs. En dan pak je democratie daarbij breed op. Namelijk democratie als iets in de gemeenschap van mensen zelf. Dus ook hier bij de UvA. Je gaat onder meer in op hoe we de betrokkenheid van studenten kunnen vergroten bij het onderwijs. Pak het podium, Mark. Dank je, Geert. Dag allemaal, fijn dat jullie er zijn en nog steeds zijn, terwijl het buiten zo lekker weer is. Misschien is dit aan de andere kant wel het meest koele gebouw nu in Amsterdam. Dus, maar welkom. Dank Geert dat ik vandaag ook een bijdrage mag leveren aan deze opening. Het is voor mij erg betekenisvol, niet alleen omdat onze nieuwe rector er natuurlijk bij is, maar Claes en ik zijn ooit samen begonnen aan een promotietraject. Verschillende onderzoeken, maar back in the 90s, toen alles nog kon en alles nog mocht. En via vele omwegen om dan hier samen met Claes te staan is hartstikke tof en proficiat met je fantastische instituut en onderzoek. Goed, ik mag het vandaag gaan hebben over, dan gaan we het zo doen. Ik zou geen media hoogleraar zijn, dan zou ik de media niet kunnen aansturen. Over democratie in het onderwijs. Ik ben ook geen hoogleraar media, ik zou ook geen hoogleraar mediastudies zijn, al zou ik niet een hashtag gebruiken, hashtag or didn't happen. Ik roep iedereen op om dit ook maar vooral overal zoveel mogelijk te delen. Niet zozeer wat ik zeg, maar wat we hier vandaag met elkaar afspreken. Want we spreken ook echt iets vandaag met elkaar af. Dat democratie een thema is, een thema moet zijn. In 2022 hadden we niet al democratie een paar honderd jaar. In sommige delen van de wereld zeker. In ons deel van de wereld iets korter, maar nog steeds een rijke traditie. En toch schuurt het. Het lijkt alsof er iets niet klopt. En om dat te illustreren aan de hand van wat wij doen in onze collegezalen en in de seminars en de workshops en de conferenties die wij hebben, elke dag weer op onze universiteit, wil ik eigenlijk een onderscheid maken tussen democratie in enge zin en democratie in brede zin. Want democratie in brede zin zou je kunnen opvatten als een serie van afspraken, protocollen, systemen. Democratie is als je gaat kiezen en je hebt politieke partijen en politici en die spreken met elkaar belangrijke wetten, regels en afspraken en codes af. En dan heb je ook democratie in enge zin, of in brede zin, sorry. En dat is democratie als iets wat we samen elke dag weer doen. Democratie als wat we maken door de manier waarop we ons opstellen, of zoals Geert ook zei, de manier waarop we ons tot elkaar verhouden. Hoe we met elkaar omgaan op straat, in de winkel, of als we een gesprek hebben, als we ruzie hebben. Wat doen we dan eigenlijk met elkaar? Dat is ook democratie. En u snapt het waarschijnlijk wel, het grote verschil is dat als we het hebben over democratie in enge zin, dus de democratie van de systemen en de protocollen en de regels en de afspraken, dan hebben we een probleem. En dat is vandaag al rijk geïllustreerd. Mensen dagen niet meer op voor verkiezingen, zeker lokale verkiezingen. Er is wantrouwen, we hebben het vandaag al veel gehoord. Er is onvrede, er is ongenoegen, er is iets van ja, wat daar gebeurt, dat heeft met mijn wereld niks te maken. Dezelfde reden waarom mensen niet gaan kiezen, is de reden waarom mensen de krant niet meer lezen of het journaal niet meer kijken. Met mijn leven heeft het niks te maken. Dat is het probleem van de democratie in de enge zin. Maar wat weten we nou eigenlijk over democratie in brede zin? En daar komt het vakgebied van Claes en mij, communicatiewetenschap en mediastudies, eigenlijk met een heel ander antwoord. Daar zien we de Arabische lente. Het is door sommige media destijds beschreven als de Facebook-revolutie. Omdat het blijkbaar begon toen een Algerijn op Facebook op een video te zien was dat hij gearresteerd werd omdat hij illegaal tomaten op straat aan het verkopen was. Nou, natuurlijk was het geen Facebook-revolutie. Maar de rol van Facebook en later van Twitter en YouTube in de Syrische burgeroorlog en in Jemen, en wat we nu dus de Arabische lente noemen, was onvermijdelijk, niet los te koppelen van de politieke acties die tijd, van de enorme opstand die daar ontstond. Denk aan Me Too, hashtag Me Too. Een wereldwijde beweging
die nog steeds gevolgen heeft voor de manier waarop we als instanties, instituten, of dat instituut nu de media is, of de politiek, of de sport, of de universiteit, met elkaar omgaan en hoe we praten over inclusie. En eigenlijk zijn dit twee voorbeelden, denk ook aan Black Lives Matter en al dat soort dingen meer, van eigenlijk het tegenovergestelde van een democratisch deficit. Eigenlijk het extreem tegenovergestelde. We zien meer democratische betrokkenheid, politiek engagement dan ooit tevoren. Als je daar naartoe kijkt, in de context van democratie in brede zin, en door die lens van media. Mensen uiten zich, organiseren zich. En dat is echt niet alleen maar slacktivism, zoals wel eens wordt gezegd. Hè? Mensen die in pyjama op zolder achter de computer boze dingen de wereld in slingeren. Natuurlijk, dat gebeurt ook. Maar de Arabische Lente, Me Too, Black Lives Matter en al die andere voorbeelden waren juist voorbeelden van mensen die ook de straat op gingen. Mensen die, en vaak ook mensen die elkaar daarvoor nooit hadden ontmoet. Want het meest bijzondere aspect van de Arabische Lente was wel dat mannen en vrouwen samen op Tahrir Square in Cairo aan het protesteren waren. Dus in media zien we eigenlijk een heel ander soort betrokkenheid. En daar hebben we ook een andere definitie van democratie voor nodig. Ik zou willen zeggen dat wat onze mediaomgeving ons leert, is naar de wereld te kijken zoals we naar het scherm van de computer kijken en we klikken op een muis zoals ik net deed bij deze en er gebeurt niks. Hé, kom op nou, ik verwacht dat er iets gebeurt. Als ik klik, verwacht ik iets. Als ik dat apparaat gebruik, maak ik een wereld. Dat is het onderzoek wat Claes doet. Elke klik genereert data. Die data voedt een algoritme. Een algoritme schotelt ons de volgende keer iets anders voor. Alles wat we doen in media maakt een wereld. En is daarmee in feite een democratische handeling. Hoe kunnen we dat sentiment, die blik op de wereld als the worst game ever, because it doesn't respond quickly enough, hoe kunnen we dat sentiment meenemen in het onderwijs, in een visie op wat we als moderne universiteit met democratie kunnen en misschien wel moeten doen. Nou, het bijzondere is, en misschien omdat ik uit Brabant kom, kan ik de optimisme in mezelf niet onderdrukken, dat er eigenlijk fantastisch veel dingen hier op dit gebied al gebeuren binnen de universiteit. De laatste jaren is op de UvA overal, zowel pre-corona, tijdens corona als post-corona, is er van alles gaande. Er is echt een energie, een beweging, waarin gebroken wordt met klassieke manieren van nadenken over onderwijs en hele nieuwe vormen van denken, van betrokkenheid, samen dingen maken, geen genoegen nemen met gewoon zeg maar studie voor een examen en voor studiepunten en verder door naar je diploma, maar iets gaan doen met elkaar aan de hand. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Ik wil benadrukken dat dit voorbeelden zijn die voor mij zichtbaar zijn voor mijn beperkte blik als hoogleraar mediastudies. Ik ken natuurlijk ook niet de hele universiteit. Maar ik heb door een aantal samenloop van omstandigheden de afgelopen jaren de kans gekregen om verschillende delen van de universiteiten iets beter te leren kennen. En daar ontleen ik deze voorbeelden aan, maar er zijn er natuurlijk nog zoveel meer. Dus collega's, als u zich hier niet gezien voelt, weet dat dat niet bewust is en ik betrek het geheel op mij en mijn verantwoordelijkheid. Maar ik denk natuurlijk allereerst aan het werk wat het IIS, het Instituut voor Interdisciplinaire Studies, eigenlijk al heel lang doet aan het ontwikkelen van onderwijsvormen die disciplines overstijgen en nadrukkelijk met een agenda gericht op sociale verandering. Dat is aan de ene kant de kans die het ons elk jaar geeft om een eigen vak te bedenken en ook aan te bieden. Studenten kunnen zelf een course creëren. En aan de andere kant bijvoorbeeld op dit moment waar Ilja Boor en haar team bezig zijn met de toolbox voor transitiemakers. Samen met andere universiteiten in Nederland een toolkit ontwikkelen voor mensen en voor groepen om succesvoller te kunnen zijn als ze de wereld willen veranderen met hun werk, hun onderwijs en hun onderzoek.
Denk aan pas opgerichte Rec Impact Hub of Lab, moet ik zeggen, op de Roeterseiland Campus. Hè, waar verschillende afdelingen binnen faculteit maatschappij en gedragswetenschappen samenkomen. Studenten, docenten, om een ruimte te bieden. Zowel fysieke ruimte als in de intellectuele ruimte om samen sociale problemen te tackelen en aan te pakken. Je hebt ook dit soort labs op Science Park, het Demonstrator Lab. Hè, die ruimte biedt aan studenten, docenten, staf om ideeën, innovatieve en creatieve ideeën om te zetten in producten en diensten, vaak ook met een maatschappelijke agenda. Het binnenkort op te richten Lab 42, ook al op Science Park, wat hetzelfde visie heeft, maar dan specifiek op het domein waar Klees ook mee bezig is, kunstmatige intelligentie. We hebben meer labs, het wemelt van de labs. Het Humanities Lab bestaat al wat langer. Dat is een laboratorium hier binnen de faculteit Geesteswetenschappen met als bedoeling om studenten, docenten en alumni van Geesteswetenschappen een kans te geven om hun ideeën om te zetten in ondernemerschap, cultureel, sociaal ondernemerschap. In mijn eigen vakgroep, mediastudies, kennen we sinds jaar en dag de Digital Methods Initiative. Professor De Vreese zei het al, onze sociale media platforms waar we tegenwoordig in en op leven, zijn zeer huiverig met het beschikbaar stellen van data. Dat doen ze eigenlijk niet, of liever niet. En wat het Digital Methods Initiative doet, elk jaar met een winter school en een summer school, brengt het hackers, journalisten, actievoerders, studenten uit de hele wereld bij elkaar om zelf middelen te ontwikkelen, software, programma's, om zelf die data te halen en die in te zetten om het aankaarten en het aanpakken van, daar gaan we weer, sociale problematiek. Staf en docenten en alumni van onze afdeling in samenwerking met geesteswetenschappen hebben ook vorig jaar het Bushouse opgericht. Een creatieve ruimte in het aloude Bushuis, waar ruimte is voor samenwerking, voor mediakunst, voor tentoonstellingen en voor onderwijs, waarin mediamakers en bedrijven, studenten en docenten bij elkaar komen en gewoon mooie dingen maken en bedenken. Ik wil ook mijn eigen team, de team journalistiek en media, binnen de afdeling mediastudies toch even noemen, die het voor de onderwijsprijs genomineerde vak Creativity, Innovation and Entrepreneurship in the Humanities hebben ontwikkeld. Ik moet bekennen dat dat een grap was. We dachten van laten we nou alle buzzwords die bestaan gewoon in één vaktitel gooien, kijken wat er gebeurt. Nou, dat is ook best innovatief. Maar met dat vak stellen we ongeveer 45 masterstudenten uit de hele universiteit in staat om ook weer samen in context van ondernemerschap te denken aan hoe gaan we maatschappelijke problematiek aankaarten en aanpakken. In mijn eigen onderwijs probeer ik dat ook vorm te geven. Iets wat, waar ik tijdens COVID mee begonnen ben en waar ik zoveel, ik zal maar gewoon plat zeggen, plezier aan heb, dat ik het nu eigenlijk structureel doe in al mijn onderwijs en ook buiten mijn onderwijs doe ik het regelmatig, één keer per maand om precies te zijn. Dat is een genre wat sommigen van u die veel op internet zijn wel kennen. Dat is de Ask Me Anything sessie, bekend geworden van het platform Reddit. Wat is een Ask Me Anything sessie? Dat is wanneer iemand zich een uur of twee uur lang beschikbaar stelt om het over alles te hebben. En je kan hem of haar vragen wat je wilt. Dat heb ik ook gedaan in mijn eigen onderwijs. De studenten kunnen het over alles hebben. Liefst als het maar iets met media te maken heeft, maar dat is alles. Dus dat is handig. Het hoeft niet over het onderwijs te gaan. Het hoeft niet over het boek wat ze moesten bestuderen. Maar alle kennis mag gedeeld worden. En dat is echt een feest. Dat zijn sessies van met 200-300 studenten. En dat is echt hartstikke leuk. En het mooie daarvan is, waarom vertel ik dat hier? Voor mij is het een voorbeeld van democratisch onderwijs. Omdat we doen het natuurlijk met z'n allen samen. Maar er is ruimte voor individuele verschillen. En niks moet. Alles mag. En het gaat om samen in discussie te gaan en dingen te ontdekken. En niet iets wat ik van tevoren voor hun bedacht heb. En daar ziet u weer dat verschil tussen democratie in enge zin. Ik bedenk iets wat studenten moeten weten. Heel legitiem natuurlijk, daar gaat het verder niet om. Maar je kan ook democratie in brede zin in het onderwijs zetten, waar we samen gaan ontdekken, zonder voorbedacht plan.
Tot slot een kleine kanttekening bij dit alles, voordat ik naar mijn slotwoord ga. En ik wil een opmerking maken over in goed Nederlands mental health, geestelijke gezondheid. Want het is natuurlijk prachtig dat er zo verschrikkelijk veel mensen zijn. Collega's, studenten, stafleden, alumni, bedrijven, maatschappelijke organisaties, partners. Die zich zo ontzettend gepassioneerd inzetten in en ook voor onze universiteit. Het is, ik bedoel, het topje van de ijsberg wat ik liet zien. Dat is fantastisch. Tegelijkertijd weten we uit al het onderzoek dat het helemaal niet zo goed gaat. Nog met onze staf. Denk aan de werkdruk, publish or perish. De ongelijke verdeling van onderzoeksgelden en dergelijke. Het is ook niet voor niks dat grote delen van onze staf zich heel democratisch hebben georganiseerd. Rethink UvA, Casual UvA. Hartstikke goed. Ook weer een voorbeeld dat democratie springlevend is, als je maar op een bepaalde manier naar democratie kijkt. En ook met studenten gaat het niet goed. En niet alleen maar door corona. De studies voor corona lieten al zorgelijke cijfers zien. Over middelengebruik onder studenten, onder depressie, onder sociaal isolement. Verloren zijn in een ander land, in een grote stad. Geen woonruimte kunnen vinden. Een universiteit die maar doordendert. Ik geef een eerstejaarscollege wat deze week begon. Nou ja, volgende week komen we het eerst bij elkaar. Ik heb niet genoeg stoelen in mijn collegezaal. Dus ik heb 760 studenten en mijn collegezaal heeft 361 stoelen. Dus ik moet de helft gewoon wegsturen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat zorgt voor allerlei problemen en die moeten we natuurlijk serieus nemen. Nou, heb ik het afgelopen 2 jaar een cursus gevolgd, aangeboden door de UvA, leergang onderwijskundig leiderschap. Ik heb heel hard gelachen toen ik die papieren binnenzag, want ik ben een mediaprofessor en ik weet wat LOL betekent. U misschien niet, maar dat kunt u dan googlen. Maar wat ik gedaan heb binnen die cursus is een onderzoek gedaan naar geluk. Mijn onderzoeksvraag was, wat maakt ons op de universiteit gelukkig? Omdat er heel veel aandacht is terecht voor ongeluk, voor die problemen die ik net schetste. Maar wat maakt ons dan gelukkig? Want volgens mij, als je meer stuurt op geluk, dan heb je een grotere kans om het ongeluk te bestrijden. En ook waarschijnlijk een grotere kans dat je de oorzaken van het ongeluk vindt. En wat ik daarbij vond, ik heb mensen gesproken van bijna alle universiteiten van Nederland die zich hiermee bezighouden. En wat ik daarbij vond, was eigenlijk dat het uitpuilt van goede bedoelingen. Het probleem wordt erkend, iedereen zet zich ervoor in. Vaak mensen met een deeltijdaanstelling of die geld hebben voor 1 jaar om iets te doen aan mental health. Maar dat er eigenlijk bijna niets structureel is. En daar is denk ik echt een wereld te winnen voor ons. Van, we kunnen niet verwachten met z'n allen dat we allemaal prachtig, mooie, fantastische, passievolle dingen gaan doen. En geen aandacht hebben voor de tol die het ook van ons eist. En ik weet dat daar de bedoelingen ontzettend goed van zijn. Nogmaals, dat heb ik kunnen documenteren. Maar ik weet ook dat dat een structurele investering en niet alleen qua geld vereist. En wat zeker niet helpt, ook al is het goed bedoeld, is dat de universiteit, zoals alle moderne instellingen, ook de politiek, in toenemende mate inzet op allerlei IT-systemen, protocollen en dingen vastlegt. Met de bedoeling om het werk eenvoudiger te maken, maar ik kan nu als mediaprofessor zeggen, dat doet het niet. Dat betekent niet dat het allemaal weg moet, maar dat is een belangrijk aandachtspunt. Het instellingsplan, Geertje verwees er al naar, is voor mij wat dat betreft echt een fantastisch document. De idealen van gedeelde verantwoordelijkheid, inclusie, participatie die daarin verwoord zijn, bieden een kans om al die dingen waar ik het net over heb gehad, al die mooie voorbeelden, die labs en dergelijke, niet de uitzondering, maar de standaard te maken. Want het is natuurlijk de vraag bij dit alles. Zijn die voorbeelden die ik vandaag met u gedeeld heb, bewijs dat de universiteit, als het gaat om democratie en onderwijs, ontzettend goed bezig is? Want kijk wat er allemaal gebeurt. Of is het een soort innovatietheater die verbloemt dat er in het klassieke curriculum en de structuur van het systeem van de universiteit eigenlijk helemaal geen plek is voor dit soort passie en dit soort creativiteit? Nou, het antwoord is, als goede wetenschapper, een beetje van allebei. Deze sessie vandaag is het mooi voorbeeld van hoe committed, goed Nederlands, de universiteit is, de UvA is aan democratie en onderzoek en onderwijs en idealen. En tegelijkertijd zien we ook
dat dat nogal eens schuurt met de praktijk van het runnen, van het managen van een moderne universiteit. Net zo goed als het dat genoeg politici zijn met fantastische idealen en de wereld willen verbeteren, maar dat dat schuurt met de manier waarop de democratie in enge zin het systeem functioneert. Dus wat gaan we hiermee doen? Ik beloofde dat we iets gingen doen. Het is niet alleen het systeem waar we naar ons hoeven te voegen, maar het is iets wat we samen gaan doen. Bedacht ik me eigenlijk een slotvraag. Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Als student, veel van jullie hier zijn voor het eerst op de universiteit, welkom. Als docent, als staf, waarom doen we wat we doen? Doen we wat we doen omdat we graag willen doen wat de universiteit van ons vraagt? Wat het systeem van ons wil? Of doen we wat we doen omdat we dat gewoon heel erg tof vinden? Dat we benieuwd zijn, nieuwsgierig, dat we ergens van houden, dat we iets najagen, een droom, een ideaal, een ambitie? Ik denk dat het antwoord op altijd dat tweede is. En dat we in het nadenken over wat we moeten, met bijvoorbeeld de democratie, te vaak blijven hangen bij het eerste. Moeten we de stoelen anders inrichten in de klaskamer? Moeten we meer van dit soort schermen overal? Of juist minder? Geen laptops in de collegezaal? Wel laptops in de collegezaal? Weet je, dat zijn allemaal van die systeemdingen. Maar wat als we het nou helemaal gaan richten op dat tweede? Wat je dan in de wetenschap noemt intrinsieke motivatie. En wat ik gewoon zou willen noemen wat het is. Liefde. Dus ik ga gewoon lekker als een oude hippie voorstellen dat het thema van dit jaar voor de UvA voor Democratie en Onderwijs en Onderzoek liefde is. Dank jullie wel.